Ja, dit lijkt zo hemels bij mij. Dat licht, dat komt er zo naar beneden. Hallo bewoners van de GameStop en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel anders doen dan dat we normaal doen. Want wij gaan vandaag Minecraft Beta spelen. Dit is Minecraft Beta Windows 10 Edition. En je kan hier iets heel nieuws in. Alleen ik niet. We gaan eens eventjes een servertje joinen waar ik met een special guest op zit. En daar zijn we dan in een gloedje nieuwe wereld. Maar je denkt van, Marnik, wat is er zo speciaal in deze video? Nou, dat laat ik zo meteen wel eventjes zien. Maar waar is die special guest? Waar ben je nou? Hallo? Oh, hier is hij. Beam! Hey. Dit is Beam! Hey. Wat heb je een mooie skin aan, Beam? Wat heb jij een mooie skin aan? Je lijkt echt op een kok, man. Maar Beam, jij hebt iets speciaals. Jij kan iets wat ik niet kan. Kom eens even hier staan. En kijk eens daarheen. Je ziet nu natuurlijk dat het iets anders is dan wat ik heb. Jij hebt al een texture pack aanstaan wat ik niet kan. Maar laat eens zien. Wat is het verschil? Kijk eerst even bovenin je beeld. Wat staat er bij jou bovenin? Een hele hoop informatie, maar er staat ook Nvidia. Ik heb een GTX 1080. En jij hebt Een van de nieuwere versies, de RTX 2070 Super. Zeg dat maar, gewoon super, ja natuurlijk, hè? Opschepper jij ook. Staat weer. Er, moet ik het aan gaan doen, RTX? Laat maar eens zien, ik ga ervoor staan. Oké. Okay. 3, 2, 1, beam. Zo, lekker laden. En hoe ziet het eruit? Is het mooi? Episch. Jij bent ook wel een beetje veranderd volgens mij. Maar al die schaduw, al dat licht ziet er zo episch uit, man. En ik kan dat niet zien, want ik heb niet de RTX videokaart. We hebben nu dus allebei Minecraft RTX opgestart. Maar jij kan ook echt de RTX effecten en alles kan je opstarten. En dat is niet zomaar een shader of wat je ook maar denkt dat het is. Het is echt heel speciaal. Belichting en alles mixt met elkaar. Het is heel mooi. Bij mij zie je in ieder geval dat ik hier ijs heb. Glas, steen. Ja. Wat is dit? Nether en oranje iets. Bij mij is het een soort van blauw glas met zwart erin of zo, maar ik wil het ook zien. Moet ik nou serieus de video gaan kijken om het verschil te kunnen zien? Hé, maar zullen we eens even naar buiten gaan? Want hier buiten heb je echt super speciale mooie gebouwen. En ook dit water. Maar Nick, is dit... Ja, wat is er? Wat zie jij hier? Zie jij hier een prullenbak? Ik wel, namelijk. Ik zie een cauldron met een lamp erbovenop. Is dat bij mij staat er bijvoorbeeld push en dat is dan zogenaamd dat je dan... Ja, je prullenbak en dan kan je dingen erin doen, maar ik zie hier ook het zand heel mooi en zo. Oh, met push heb je gewoon de lamp uitgezet. Ik weet niet, maar kijk, hier is bijvoorbeeld de schaduw wat donkerder. Maar als ik hier ga staan, dan is het weer geen schaduw. Dan zal ik ook eens even kijken hoe jij het ziet. Ja, heel skeer, want... jongen, doe normaal! Ik wil ook die RTX effecten. Kom, we gaan eventjes verder. Hier zie je water, want volgens mij zie je dit ook best wel mooi, of niet? Ja, deze zeker. Fontein. Even uitdoen. Ja, dat ziet er niet uit. Gewoon weer aan. Bij mij is het gewoon net als in de normale Minecraft, wat ik altijd speel. Gewoon water met sneeuw erbij. Nou, het is oké. Het ziet er wel oké uit. Nou, gewoon mooi. Ja. Ik zie bijna niks meer. Zie jij iets of niet? Ja, zeker. Wat zie je dan? Kijk, hier is het weer donker. Maar hier is het een soort van rood licht. Wacht, laat ik het eens even uitdoen. Oh, nu is het donker. Maar als ik het weer aandoe... Wow, dat ziet er episch uit. Hé, waarom heb ik geen licht? Het is pikje donker voor mij. Ik zie wel van die redstone dingen waar het vandaan zou kunnen komen. Daar komt het waarschijnlijk vandaan voor jou allemaal. Kom, we gaan een stukje verder, want hier is nog iets veel meers. Het lijkt alsof we nu een soort van toverland zijn, waar we in één keer binnen waren. Oh, dit detail, deze reflectie. Ik zie, kijk. Welke reflectie? We hebben genoeg bewonderd en zo. Laten we eventjes een andere wereld gaan joinen. En laten we daar gewoon eens oprecht in gaan spelen in survival. En dan gaan we gewoon switchen tussen onze beide schermen. En dan kunnen mensen ook echt het verschil zien, terwijl we gewoon echt serieus survivalen. Voordat we gewoon gaan survivalen, wil ik nog wel eerst eventjes dit mapje laten zien. Want deze kwamen we ook nog tegen. En hoe ziet die eruit bij jou dan, Beam? Man. Oh mijn god. Deze realisme. Oh, je mag het niet zien, jongens. Alles hier gewoon op de muur. Gewoon die vlekken. Gewoon, Vlekken? Welke vlekken? Nou, dit is gewoon normaal Minecraft bij mij. We kunnen ook naar speciale plekjes. Wat? Is dit water? Nee, dit is glas. Ik zie gewoon hier dat groene en ik zie het allemaal zo... Ja. Jij ziet het allemaal mooi en ik zie het allemaal niet mooi. Bla, bla, bla. Onder water kunnen we kijken. We kunnen hier Global Illumination. Ik denk dat dit van die grappige mooie dingetjes zijn. Zullen we eens kijken wat er gaat gebeuren? Kijk dit dan. Ik kom er niet overheen. Oh, nu wel. Ja. Je bent er ook. Oké, hier zie ik gewoon diamond. Wat nou? Ik zie helemaal niks. Ja, dit lijkt zo hemels bij mij. Dat licht, dat komt er zo naar beneden. Bla, bla, bla. En ik dan. Hier zie je glowstone. Hè? Jij ook gewoon, toch? Glowstone. Ja, maar hier zie ik gewoon diamonds. Het ziet er wel helemaal anders uit, hè? Oh. En diamonds, glimmen die ook dan bij jou? Ja, ik zie het voornamelijk blauw. Maar van een afstand, dan glimt het meer. En als ik dichterbij kom, dan kan je echt een beetje de details in zo erop zien. Maar wacht eens. Glimt mijn voorhoofd ook, of niet? Nu zie je een soort van blauw gloedje. Je bent serieus? En ik zie... Ja, ik ben serieus. Maar kijk, als jij nu eens even daar gaat staan...
Ja? Ja, ik zie mezelf niet in de spiegel, maar ik zie jou daar in de spiegel staan. Je achterhoofd. Oh, hier heb je al verschillende lichteffecten. Oh. Ah. Ja, kijk, hier komt weer dat effect. Dat filmeffect, zo nice. Dus en voortaan, dan ga je gewoon films in Minecraft op. Ja, deze van mij. Ja. Hier zag je die redstone blocks. Jij, bij jou gaven die mooi licht net, toch? En hier zie ik ze gewoon staan. Ja, nu nog steeds. Wauw, vet man. Oké, laten we snel even verder gaan, want ik wil echt snel survivalen. Hier is build your own lamp. Hier moet je je eigen lamp gaan maken. Wait, what? Dan moet je eigenlijk in de vorige kamer moet je dus iets gaan halen. Maar laten we gewoon eventjes gaan door nog één zone. En dat is de laatste zone voordat we eventjes gaan survivalen. En hoe ziet deze kamer er dan voor jou uit? Oh, Marnik. Oké, ik zit gewoon in creative. Wat? Ik zie ons weer in die reflectie hier, hè? Wat zie je bij mij? Wat zie je hier? Zwart, ja, ik zie het helemaal pikzwart. Mij. Ja, ik zie jou, maar ik zie ook nog daar helemaal in de verte, jou. Wat in de verte? Ja, gewoon dubbel. Ja, oké, daar. Dit is zo raar. Maar is dit water of wat is dit? Ja, dat is water gewoon. Dat zie ik wel. Maar bij mij is echt gewoon bijna mijn beeld is gewoon bijna zwart. Maar, kan ik die lamp weer aanzetten? Maar het water krijgt ook gewoon een andere kleur, hè? Door dat licht. Hé, maar ik heb het wel een beetje gezien zo, want ik zie helemaal niks. Jij ziet superveel. Voor mij is het gewoon heel normaal Minecraft. Dus ik wil normaal met jou even gaan survivalen. Nu is het echt survival tijd. Zijn we dan in een huisje? En het lijkt erop dat we hier kunnen survivalen. Zullen we zo'n torch meenemen gewoon? Allebei. Ja, en ik pak er ook een. Maar is het wel ons huis? Nee. Zie jij het licht trouwens ook met je torch meebewegen? Want dat zie ik nu op dit moment volgens mij. Nee, bij mij dat niet. Okay. Wow, dit is nog groter het huis. What? Bedjes? Hoe komen we uit dit huis? hallo? Oh, hier. Ik kan nog gewoon door. Jij had het kunnen zien waarschijnlijk. Huis. Oh, dit is geen huis. Wat? Zullen we gaan zwemmen naar het land? Alleen hoe? Ja. Wat doe je nou? Wow, hier onder water. Hoe ziet het er bij jou onder water uit? Ja, als je onder water bent, dan komt dat glimmende gevoel gewoon... Oh, allemaal vissen. Gaat wel allemaal. Ja. Kijk, dat kasteel dan, joh. Bij mij ziet het er zelfs mooi uit. Ja, een klein beetje mist. Oh, hoe dicht hier bij je komt. Wacht, kunnen we niet hierboven in bij dat water dan via die manier omhoog gaan? Dat we hier bij dat waterstukje omhoog gaan? Ja. Oké, boost me, sla me, sla. Oké. Nu omhoog. Gaat dit lukken? Ja, natuurlijk gaat het lukken. Oké, dit ziet er heel raar uit, Marnik. Ik zie jou. Ja, kijk naar mijn kont. Nee. Ik zie jou 12 keer of zo. Dat was echt eng. Maar hier is alleen helemaal niks, Beam. We kunnen hier helemaal niks vinden of zien. Beam! Oh, daar gaat hij. Oké, kijk naar mij. Hoe episch gaat dit eruit zien als ik nu ook naar beneden ga? Oh, een dolfijn springt er eens voor je neus. Ik kom eraan, oké? Okay? 3, 2, 1, Beam! Ik kom eraan. Plons. Oh. Ja. Oké. Mooi. Nice. Alright. Survival. Dit gaat nog niet zo goed hier. Kijk die dolfijn hier dan. Ja, laten we beginnen met een boom te hakken. Map hem. Map hem. Map die dolfijn. Map die dolfijn. Yes. Ik wil eigenlijk ook binnen in het kasteel komen. Maar laten we gewoon eventjes wat hout hakken. En... Oh, je kan hier trouwens ook dingen in craften. Je kan gewoon hier... Als je toolbar kijkt bij vaardigheden... Zie ik in één keer dat ik gewoon sparrenhoutplanken kan maken. Wow. En dan kan ik daarna sticks maken. Oh, ja. Hier is een soort van ingang. Zo, jemig. Looking maar dit good, man. Ziet er zo natuurlijk uit. Ja? Alsof je er gewoon doorheen kijkt. Ja, ik kijk gewoon doorheen en zie jou nog in de reflectie, hè, Marnik? Laten we kijken of hierboven misschien nog wat loot ligt of zo, waar we misschien iets mee kunnen. Het ziet er voor mij allemaal nog redelijk normaal uit in mijn... Wow! Beef! Ze zien er zo armor. Uit! Ik wil deze armor hier! Ik wil deze armor! Auw! Ik denk dat deze armor er best wel sick uitziet bij jou, of niet? Oké, die hakken. Aandoen, aandoen! Ja, is hier is toch weer armor! Bij mij. Kapot. Dat effect wanneer ze ons schieten, dan zo raar. Ga kapot. Bij mij is het gewoon allemaal heel normaal. Oké, ik map hem. Mijn beeld beweegt echt helemaal. Dan gaat hij helemaal zo. We hebben nu al best wel veel dingen al gezien in deze korte tijd. Best wel veel nieuwe dingen. Maar dit survival gedeelte vind ik nog het leukste om te doen. Oh nee! Waarom zit er op elke verdieping een andere beest? Nee, het is dag. Het is dag. Oké, doet niks. Als je niet slaat, dan doet hij niks. Hey? Maar ik ga dat wel doen. Nee, wat doe je nou? Hoe eng zit die eruit bij jou? Maar als ik ren, ziet het er zo raar uit. Als ik ren en spring, dan lijkt het alsof ik huppel. Oh, hier is iets sicks volgens mij. Dit ziet er zelfs bij mij mooi uit, het licht. Oeh, dit is de troonzaal of zo. Met allemaal spinnen. Wacht, ik heb nog een blokje. Laten we eroverheen springen. Damn. Rip jou, Marnik. En jij? Spring jij eens naar beneden? Nah. Doe eens. Laat zien dat je ballen hebt. Doe het, spring. En ik ben dood.
Je ging ah, door. Jammer. Ja. Ik vond het leuk in ieder geval, Pim, om dit met jou te doen. Ik ben in ieder geval benieuwd naar de video zelf. Ik ga hem natuurlijk editen en daarin ga ik zien wat de verschillen allemaal zijn. Jullie hebben het vandaag allemaal kunnen zien in deze video. Ik ben benieuwd of jullie dit ook al hebben getest. Maar laat vooral in de reacties weten wat jullie mooier vonden. Mijn Minecraft versie of die van Beam. De RTX. Minecraft RTX. Het is nu nog in beta, maar het komt zeer zeker snel uit. En dan kunnen jullie het allemaal gaan testen als jullie een RTX videokaart hebben natuurlijk. Laat in ieder geval een dikke vette like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.